Yo mis, Jarask hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live complay hier op Call of Duty Black Ops 3. Vandaag spelen wij een kill confirm potje van Metro. Ik gebruik de Ferro met de Fastmax en de Rapid Fire Attachment erop. En mijn openingsroute hier is al meteen doorrennen. We proberen om die kills te pakken. En het is kill confirmed, dus ook natuurlijk achter de kills aan te rennen voor de Doc Taginos. De Ferro is een fijn wapen om te gebruiken, vind ik zelf. Ik gebruik de Scorestix UAV. Dank je. De UAV. Ik vertrouw het niet. Daarom vertrouw ik het niet. De UAV, de hater. En de enige echte GI-unit. Want mijn plannetje vandaag is om natuurlijk de GI-unit ook te halen. Het chillen aan de Ferro is, voor de mensen die het niet weten, het is een submachine gun. Alleen het schiet in burst zijn kogels af. Wat inhoudt dat jij ook gewoon lange afstanden op een goede, makkelijke, chillen manier kan beschieteren, om het maar zo te noemen. Dus ja, ik vind de Ferro zelf wel een fijn wapentje. Hij wordt niet heel vaak gebruikt in de game. Ik snap dat ook wel, want het is een eigenlijk best wel raar wapen. Je had in Black Ops 2 had je de Chicom CQB zitten. Daar heb ik mijn allereerste nuclear mee gehaald toen de tijd. En dat was ook een burst submachine gun. En die werd aan het begin best wel vaak gebruikt, maar op een gegeven moment niet meer. En hetzelfde is het met de Ferro. De Ferro is een wapen, hij is fijn, vind ik. Alleen... get fucking owned, jongen. Alleen, heel veel mensen kunnen er niet mee omgaan omdat het een burst submachine gun is. En dat zijn heel veel mensen niet gewend. Dus ja, het is even inkomen met dit wapentje. Maar als je er gewoon goed mee omgaat en je leert er ook een beetje mee omgaan, dan kan je er best wel veel mee doen, vind ik. Bij DocTech. Heb ik tenminste een UAV namelijk. Ik weet niet hoe ik mijn hater hier ga halen, want die enemies zijn op zich redelijk goed. Ze spelen ook een beetje afwachtend. Ze spelen een beetje afwachtend, die enemies. Ze gaan nu allemaal via die kant komen, ik ga ze even opwachten. Kut. Hij moest opladen, vandaar dat ik misschoot. Oh my god, kut, waarom ging ik erop af? Ah, dat was dom, man. Ik wil proberen mijn hater te halen, alleen dat gaat nog best wel lastig worden hier, oh. Zou ik niet, vind ik echt een poepmap, by the way, even dat je het weet. Ah, kut, jongen, als ik één map... Op zich is... Oké, laten we het zo zeggen. Op zich is Metro wel een chillen map. Alleen het aantal headglitches dat in deze map zit te verneuken. Zal ik het zo zeggen? Ik denk dat dat het wel het samenvat. Want het is een goede map. Hij is gewoon mooi ingedeeld, weet je wel. Je hebt een midden, je hebt dat, je hebt zus en je hebt zo. Maar het probleem is, mijn doctor. Maar het probleem is, je hebt veel te veel headglitches hierin zitten. Dat midden, zeg maar, waar ik net eens dood ging door die light machine gun vent. Ook lekkere dead om te krijgen. En dat is gewoon één grote headglitch plaats, dat is niet normaal. En iedereen staat daar natuurlijk ook te headglitchen. Dus je gaat er heel vaak dood, doordat je alleen maar iemand zijn hoofdje kan zien. En dat maakt de map lastig om een hoge scorestreak in te halen. Oh my god. Kijk maar hier, dit is een headglitch. Als ik hier zo meteen achter ga staan, is het een headglitch. Ze komen nu al via deze kant. Ze gaan omlopen nu. Goed opgelet, jongens. Kut. Hij zit te campen. Dat ik dat heb overleefd. What the fuck? Hij zit daar te campen, jongen. Ik denk dat hij gaat omlopen. Wacht, ik denk dat hij hier gaat komen. Ik gok hem, hè. Ja, daar komt hij. Ik zei het. Ik had hem gekald. Ik had hem gekald, jongens. Dat was de beste call ooit. Ik wist het gewoon, jongen, dat ik daar kwam. Oké, dat ga ik niet challengen. Want er staat iemand, er staan twee mensen naast te campen. En als ik die dus ga proberen te killen, dan ga ik 100% zeker dood. Dus vandaar dat ik nu gewoon wegloop. Mijn headglitchje pakken natuurlijk. Die niet helemaal goed ging, maar dat maakt niet uit. Doctech op rapen, Tempest erbij pakken. Zo, jongen, dat was een pre-fire eerste klas. En heb ik een GI-unit. Hoppa. Nice one, boys. GI-unit. Nee, niet met Doctech knakken. Thank you. Oké, toen hadden we een GI-unit. Nice. Zo snel kan het gaan dan opeens, hè. Dan ga je het niet zo heel erg goed. En opeens boom, boom, boom. Haal je alles. En dan haalt mijn teammate ook nog eens reps door mijn hater. Dus GG, teammate. Oh, hij heeft zelf ook een hater aan. Nice one, maat. Ik weet niet wie het is. Wie heeft die dingen dan? Oh, ik weet niet wie die... mijn GI-unit is nu ook aan het rondlopen. Ik weet niet wie die reps heeft. Oh, dat is een Yara! Oh, sick! Die Yara die heeft gewoon wel streaks! Let's go, ouwe! Let's go! Dat wil ik vaker zien, man. Let's go, man. Oh, lekker GI-unit. We pakken alleen best wel veel doctags op, waardoor het potje natuurlijk ook snel voorbij gaat. Dat is altijd een nadeel aan kill confirmed.
Als je eenmaal lekker gaat, dan worden op een gegeven moment zoveel dogtags opgepakt dat gewoon dat potje heel snel is afgelopen. Dat is nou net iets niet wat je wil. Dus ik ga nu iets minder confirmen. Ik ga nu gewoon voor de kill spelen en de confirm laat ik een beetje liggen. Zodat het potje natuurlijk gewoon lekker lang duurt. Oh, die had een sif, man. Dus jij unit heeft er ook weer een. Jij unit, je moet de andere kant op, vriend. Je moet deze kant op. Lekker GI unit, top. Ja, dat was nog een kill. Terwijl die verkeerde kant op liep. Alles kan, hè. Alles kan bij dat ding. En die ik vind het echt een hele vette score streak, die GI unit. Geen grap. Ik vind het echt een hele, hele gave score streak om... Dat is een chill aan de ferro, jongens. Je kan dat soort afstanden gewoon schieten. Oh my god, get owned. Holy fucking tietenfrieten. Die vent's gerekt. Dit is een chill aan de ferro. Het is een submachine gun. Maar je kan alsnog gewoon lekker die afstanden schieten. En daardoor maakt dat wapen zo... Zo chill. Get wrecked. Kom dan. Sorry, man. Ik heb een spans nemen uit mijn hoofd. Het spijt me. Het spijt me, jongens. Keihard genaaid die enemies, jongen, daar. Ze spannen net, krijgen zo'n tempest in hun hoofd. Oh, kut. Ah, en dan pakt hij mijn payback op. Ik sta 43 om 6, 29 confirms. Mijn GI-unit heeft niet heel veel gedaan. Maar dat komt ook omdat dit is niet echt de map voor de GI-unit. Dus vandaar. Maar ik vind hem gewoon awesome om aan te hebben staan. Ik vind hem awesome om te gebruiken. Dus vandaar, vandaar dat ik hem ook gewoon aan had staan. Heb staan, zelfs nog. Het is gewoon een vette score streak, man. Gewoon een fucking robot die kills voor je pakt. Hoe awesome is dat? Vieze kutcamper. Ik noem iedereen een camper bij de wij, hij stond helemaal niet te campen. Ik moet er echt mee kappen gewoon. Hij stond helemaal niet te campen, aan die vent. Hij liep er net naartoe. En ik noem hem weer een camper. Ik moet er mee kappen, man. Maar ja, ik noem iedereen een camper, man. Ik weet niet waarom. Iedereen die me killt is gewoon een camper. Maar dat zijn ze helemaal niet, want die vent net was helemaal geen camper. Maar ja, weet je, dat is wat ik zeg. Andere mensen zeggen dat iedereen een hacker is. En dat kan natuurlijk ook. Dan heb ik liever dat ik iedereen een camper noem. In plaats van dat ik iedereen een hacker noem. Want een hacker is nog wel wat erger namelijk. Dus ik vind het helemaal mooi. Ik heb hem hard geraakt. Oh, hij heeft mij ook hard geraakt. Nice, goede kill, Jorik Beast. Goede kill, man. Wauw. Hij staat wel heel slecht, die Jorik Beast, maar hij had wel een goede kill. Chill aan de ferro, je kan op afstand schieten. Is ook een... Metro is ook een SL Drive gerichte map. Dus, ik gebruik nu submachine gun, alleen gebruik hem in best wel veel gevallen als een SL Drive. En, het handigste is om in deze map ook een... Een SL Driver te pakken, want het is een SL Driver gerichte map. Dus onthoud het alsjeblieft goed. Want, ja, zie je Metro staan, pak dan een Manowar, een XR2, een K44 of wat dan ook. En een Kuda en een Ferro, in dit geval dan, zijn niet echt de beste wapens om te gebruiken op deze map. Maar ja, weet je, wij doen het gewoon omdat het kan. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. En we killen er mensen mee. En daar gaat het uiteindelijk om. Mag ik deze kill nog hebben, alsjeblieft? Thank you. Nu is het potje afgelopen namelijk. Oh nee, dat wordt de kills. Oeh! Zo, die fans wil doodgaan ook, hè, door die granaat. Die fan naast me. Ga je nou echt niet... Nou, fuck, dan moet ik helemaal omlopen. Ze staan hier volgens mij te campen namelijk. Oh nee. Ik weet niet waar ze zijn, het potje zit erop. Dus ik zal wel... Ik weet niet waar ze zijn. Ik was opeens kwijt allemaal. Ik was opeens alle enemies kwijt. De laatste 30 seconden heb ik geen kill meer gepakt. Maar we hebben een mooi potje in eerste. 7330 scoren met 51-10 als eindscore. En nog eens 37 confirms met 3 denies. Dus gewoon een heerlijk potje gespeeld. Ik had misschien nog wel wat beter kunnen gaan. Want ik had een paar deaths. Weet je wat? Zoals hier toen ik doodging door die live machine gun vent. En ja, nog één death volgens mij. Daar was ik ook niet zo blij mee. Die ik eigenlijk niet had moeten krijgen. En dat was dom van mij. Maar ja, weet je, dat kan gebeuren in de game. We hebben gewoon lekker gespeeld. Daar gaat het om. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten, jongens, van deze video. Als je hebt genoten, dan natuurlijk sowieso kijken op like op. Pak gewoon een keertje de ferro erbij. Heerlijk wapentje om te gebruiken. Ik had er zelf op staan. Rapid fire en de Vestmax. Dus dat kan je er natuurlijk ook op zetten als je wil. Maar je kan ook iets anders pakken. Dan zeg ik bedankt voor het kijken, mensen. En tot de volgende keer. That's how we do it. Yeah. Bye, bye.